Oh, laatste dagje. We moeten eens even kijken wat we hier hebben. Oh, zonsopgang. Prachtig om dit altijd te zien. We hebben vannacht in de luwte van het eiland geslapen. Ik moet zeggen, het ging best wel aardig. Even snel wakker worden, een snelvis. Dat is altijd goed. Gouden uurtje. Oh, lekker man. Ik kan hier echt van genieten. Dit vind ik echt mooi. Lekker dat zonnetje zo vanuit zee. Kijk dan. Sorry voor het geluid wat hieruit komt, maar ja. Doe eens even het zonnebrilletje af, man. Je hebt helemaal geen zonnebril nog nodig. Ja. Kijk nou, hoe mooi, man. Ja, maar... Ben je er klaar voor? Met een uurtje is die zon zo fel en dan is het wel lekker op een... Ja, zeker. Maar ik ben er helemaal klaar voor. Lekker, maat. Dus nu kapitein nog en dan kunnen we gaan. Ja. Jij ook klaar ervoor? Wie? Loop eens recht, hoor. Zeer eigenlijk. Gaat allemaal goed, jongetje? Toch wel, ja. Hij zit waarschijnlijk met elkaar aan het draaien. Let's try here. Nam! Yes, first drop with the evergreen jig. Nam, wat heb je? Lekker vis daar. Lekker, man. Ik heb een mooi vishakje uit. Heel hoog. Oh, ja, gewoon voeten af. Nee. Zie je vis? Zie je komen? GT? Ja. Voor even mijn engel aan. Heb je engel? 3, 2, 1. Hoppa! GT! Wat? Volg, hè? Kijk dan. Gaat. Kijk hoe vet dit is. Eerste visje van de dag. Giant Valley. Op een nieuw jinkje. Super dik, man. Hier ben ik echt blij mee. Lekker, man. Mooi gevecht, niet? Ja. Zekers. Zek, man. Gaan we lekker doorvissen, man. Vet, man. Lekker, hoor. Kom maar terug. Gaat-ie. Op. Yes! The dog is time. I don't see it anymore. Bro, just cast on him. Oh ja, yeah, I see it. Rechtdoor, Sander! Rechtdoor! Ja! Hé, wat gebeurt hier nou? Linkerstroming, Daan, ja. Leg even uit wat er gebeurd is. Eerst gooit Leon's pop eraf, want die had geen zin om te zwemmen. Toen gooit Sander's pop eraf. Toen ging Sander wel zwemmen. Komt ie. Lekker duikje gemaakt. Ga even onder met je rasta's. Kom maar, joh. Stil kom. Stil kom. Ik heb hem. Stepram stak. Hey Sander. Was het lekker? Nee. Ah, ik had zo wat zorgen met de Ik vind het stoer. Oh. We hebben hem terug. De winst. Dan gaan we er eentje vangen op deze popper. Het is wel heel mooi, hè, dit. Oh.
Maat, wat heb jij nou weer gevangen? Een groepertje. Mooi man. Maanstaartjuweelbaars. Een maanstaartjuweelbaars. Dat is heel mooi. Ze zei het net van er zit vis boven de bodem. Ja. Ik was net op de bodem. Ik jik hem 3 keer omhoog en plop. Bam. Vet. Super vet man. Hele mooie vis. Blijft het zulke mooie vissen, vinden, echt niet normaal. Ja, is ook zo. Na een lekker ochtendje te hebben gejigd op het diepe water, is het nu tijd om te popperen langs een rif. De doelsoorten zijn king mackerel, barracuda en natuurlijk de giant trevally. Eens even kijken of we er wat groots uit kunnen halen. Bovendien ga ik vissen met mijn zelfgemaakte popper. Het zou natuurlijk mooi zijn als ik daar wat op vang. Ja, koeda gast. Ik heb voor jullie voeten, maten. Moet je handen doen? Nee. Gaat kapot. Ja. Watch out. Welcome boys. Daniel. Ja. Wat gebeurt er eventjes? Ja jongen. Ik ben even lang dan. Dat is your popper, hè? Huh? Yes. Dat is de Daniel popper. What? Ja, voor je vingers, man. Kijk, om mezelf gemaakt poppetje. Pak even handschoenen, Alec. Liggen binnen voor mij. Daan, vertel eens. Ja, fucking ziek, gast. Om mezelf gemaakt popper. Dikke barracuda. Super lijpe vis. Kijk die tanden, jongens. Dit is echt... Trek hem eens open, die bek, ja. Een beetje open trekken, maar hij is zo sterk. Hij moet ook snel terug. We gaan deze niet opeten, denk ik. Zij willen wel opeten, Daan. You want to eat it? Don't say you want to eat it. Really? Ja, zeker. Oké, het is wel klaar. Even een fotootje maken. Maar wat een vis, jongens. Super vet. Super vet. Grote torpedo. Eigenlijk is gewoon een zeesnoep. Vet, hè? Knip zo je vingers eraf. Daan, waar had je hem op? Super vet. Ik heb mezelf gemaakt popper. Heel al lak ligt eraf. En ik had een kortwerkende epoxy gepakt. Maar wel gewoon een mezelf gemaakt popper. Dat vind ik echt super vet. Ik zal hem even laten zien. Hij was mooi. Hij is nu niet meer zo mooi. Als jullie het leuk vinden dat ik binnenkort een keer een video maak hoe ik zo'n ding maak, dan ga ik het best doen. Ja, dat is leuk man. Echt vet. Yes! Op het achterdek van de boot had ik de 360 camera aangezet, zodat ik alle live aanbeten kon volgen. En wat jullie nu te zien gaan krijgen is wel echt heel bizar. Want onze grote vriend Ole, die krijgt het voor elkaar om naast de boot een aanbeten te krijgen van waarschijnlijk een king mackerel die volledig uit het water springt. Oh, fuck! Fuck man! Did you see this? Did you see it? Yes. I don't know, but it's a big fish. Tuna. Oh. No, it was a dog tooth, right? It's a dog tooth? Yes, it was a dog tooth. I see it. Again. Laten we dat nog een keertje van wat dichterbij kijken en in slow motion. Oh, fuck! Na de bait van Ole duurt het niet lang voordat Leon bait heeft. Maar helaas staat de 360 camera in de verkeerde modus. Dus heb ik alleen de beelden van mijn GoPro. Gooi! Snel binnen draaien! Snel gooien! Ze hebben vis, hè? Ze hebben vis! Snel gooien! Leon! Leon, heb je nou een GT? Lekker man! Wat doet het, hè? Lekker Leon!
Geloof ik, hij is in Aurora. Ja? Leon, wat doe je? Je titje vangen? Leon, heb je dan die tit? Ja. Lekker maat. Ga je hem landen, Sander? Ja. Oké. Thank you. Just in case, I put my phone up here. Yes, host. With that booty though. Maatje. Yes! Zo vet! Mooi vis! Je zag het opduiken, man. Twee keer, hè? Ja, twee keer. Vies, man. Het is. Ik was wel een deel van jou. Ik heb een stilred voor ze. Sterk vis? Oh. I'm just waiting for you. I don't. Woehoe! Leon! Lekker nice. Maat! Maar ja. Mijn andere leg wel zo open. Kijk eens even! Ik zag hem gewoon erop klappen vanaf waar ik stond. Op je popper, hè? Ja. Zwarte ding. Op de zwarte popper. Ja, ik heb daar gezeten. Deze man is blij of niet? Ja, hier ben ik super blij mee. Fucking vet. Heel vet. Hij is mooi, hè? Ik heb eerst een keer missen en ik dacht, fuck, daar gaat mijn kans. Hij kwam hem nog een keer halen. Gast, ik hoorde jullie schreeuwen en ik zat al te kijken, zie zo'n flits. Ik zag hem zo terugkomen. Bangs! Wat sick, jongen. Goed dat je hem gekocht hebt, maat. Sick, man. Zal ik eens even een mooie plaat voor jou schieten? Heel graag. Lekker. Maatje, ik ben zo blij voor je. Ah, ik ook. Finally. Je eerste GT. Gefeliciteerd. Goeie vis ook, hoor. Ja, man. Die aanbeet, die ga je niet meer vergeten. Wat ziek, jongen. Thank you, man. Dit is zo lekker, jongens. Dit is zo lekker. Dit is Redemption. We vangen langs dit rif waar Leon de vorige keer dus in één worp twee vissen miste. Heeft hij nu... Revanche. Lekker, maat. Fuck. Ik ben echt blij voor je. Ik had, van iedereen die iedereen zou vangen, had ik het liefst dat jij er een zou vangen. Ja? Ja. Ik ook. Lekker, hoor. Lekker, maat. Nice. Een foto zien? Ja, laat maar even een plaatje. Woehoe. Zo maat, we hebben net even mooi bij de poeder gevangen, mooi GT. Ging in één keer al hard, hè? Ja, nu tijd om even te chicken. We gaan naar een andere plekje. Ja. Doet je waar eventjes. Het gaat eindelijk goed. Ja. Ik ben zo blij. Het is altijd de laatste dag dan weer even knallen. Laatste dag, ja. Ja. Ik had, moet eerlijk zeggen, ik zat er een beetje doorheen vanochtend. Ja. Van kut, het is de laatste dag vandaag. En, we hebben zo'n pech gehad met weer. Echt niet normaal. En vanochtend, ik gooi mijn poppen eraf, ik kreeg een haak in mijn voet. Het ging even allemaal niet zo soepel, maar nu in één keer slag je er weer te pakken. Dus. Lekker maatje. Nee, man. We gaan ze vangen. Allee. Coltrout. Wat? Cooper. Ja. Gast. Wil je nou kijken, joh? Oh, oh. Vet, gast. Holy shit, jongen. Keiharde aanbeet, vet diep. Super mooie vis. Vet. En lunch. En lunch. mooie groeper, man. Nice. Heel vet. Nu. Kom op. Ja! Yes! Ik zei dat hij sterk was. Ziek, gast. De best sterke is dat. Ik zei dat hij sterk was. Dat was echt grappig, joh. Oeh. Sander. Dat was vet, gast. Leg even uit, wat er gebeurde er? Er zat een vis achter Leo's jik aan. Ik bleef op de oppervlak zitten. Ik had hem nog niet gevangen.
Ze riepen naar mij even snel de hengel pakken. Ik trek mijn plugje er langs, gelijk erop. En toen, ja. Nou, die hem halve spoelde en gelijk naar de bodem. Dat is echt sterk, hè? Dat is een heel... En hoe lang duurt dit dan? Want dit... Nou, je kan op zich zo meteen maar omhoog krijgen. 6.5 hours later. Huh? Ja, ja. Maar die valt niet zo snel ze zijn. Zo sterk, dat verbaast me niet zozeer voor het formaat. Maar het was wel een leuke vis dit, hoor. Het was groter dan die ik had, volgens mij. Ja, ik denk een beetje hetzelfde formaat als ik heb op een chick hangel. Nice maat, wat een mooie vis. Echt een heel erg mooie vis. Gaaf. Ik ga snel een plaat van je schieten, dan moet hij terug. Heel gaaf. Net uit. Serieus, mijn camera staat net uit. Jezus. En Simon vangt. What the fuck, een vette vis. Het zijn korreltrout. Lekker maatje. Zo. Dit is gaaf. Wauw. Dit is echt gaaf. Heel vet. Dit is toch vet, jongens. Het zonnetje gaat onder. Mijn camera gaat uit. Op dat moment. Deze jongen met deze vis. Super vis. Wauw. Jezus. Lekker maat. Ga jij eens even mooi poseren. Wow. Wow. Oeh. Wolven jongens. Woeh. Lekker. Avond, check. Alright guys. Cheers. And thank you Kareem for. Thanks Kareem. Yes. Good weekend. Arranging all pleasure, this. Guys. My pleasure. Cheers my friend. Cheers bro. Thank you for everything. Ik ben gewoon het makkelijkste om vijand te geven, ik weet niet. It was fun, it was fun. Wel nice. And next time, your shoulder will be better. Yes. And you will fish us allemaal naar huis. Next time ga je ons helemaal naar huis vissen, dat is echt niet normaal. We moeten natuurlijk ook online... Oh! Kijk dan. Wij gaan smikkelen, wij gaan het verhaal hier afsluiten. Thank you, Kareem. Bedankt voor het kijken. Abonneer je onder. Geef een like. En ik zie jullie graag de volgende keer. Lady. I just remember. Lady. I can't do it. I can't do it. He's gay. He's gay, sir. I was just about to bear. Stroen. No, man. That's filthy. That's filthy words. I can feel it from inside. En druk nog even op het belletje. No way. En druk. Press the bottom. Nee.